lekker doen, meid. Maar waarom reageert u zo raar op mij? Ik vind het een beetje... Hey, veel succes, ja? Ja, is goed. Dag. Dankjewel. Super aardig. En toen vertelde ik mijn reden en toen werd ze ineens super boos. Nee, want ik ben allergisch voor zand, dus ik weet niet hoe ik het überhaupt wil doen. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat heel erg veel aangevraagd is. En ik heb het ook al een paar keer eerder gedaan. Namelijk een bedrijvenprankcall. Ik ga me vandaag weer lekker klassiek ziek melden op plekken waar ik helemaal niet werk. Vind je dit nou leuk? Wil zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Het is natuurlijk zomer en daarom vond ik het wel leuk om deze keer een summer edition te doen van ziek melden bij bedrijven waar ik helemaal niet werk. Ik heb de redenen niet bedacht, maar die hebben mijn Instagram volgers bedacht. Volg je mij nog niet op Instagram? Volg me nog zeker weten even. Mijn Instagram is bopopman en het staat er even onder in beeld. Ga het zeker weten volgen, zodat jij de volgende keer ook jouw redenen kan insturen of mee kan stemmen. In ieder geval, dan ben je altijd op de hoogte. Ik heb de 3 meest gelikte redenen uitgekozen, want jullie konden de reacties liken. En de reacties die de meeste likes kregen, ging ik gebruiken als redenen in mijn video. We gaan gewoon beginnen met reden nummer 1. Mijn allereerste reden. Je parasol is net stuk gewaaid en je moet hem nu begraven, dus daarom kan je niet komen. Oké, dus ik moet nu een bedrijf op gaan bellen. Ik weet nog niet wat voor bedrijf. Ik denk dat ik een supermarkt ga bellen. En ik moet dan dus vertellen dat ik vandaag niet kan komen werken, omdat mijn parasol stuk gewaaid is en ik deze nu moet gaan begraven. Oké, nou ja, let's get started. Laten we gewoon gaan bellen. Goedemiddag, een klein momentje. Ja hoor, tuurlijk. Bedankt voor het wachten. Ja, geen probleem. Ik spreek met Lisa. Ik had even een vraagje. Ik zou vanavond mijn eerste werkdag hebben bij jullie, maar ik kan helaas niet meer komen. Wat is je naam? Lisa. En bij welke afdeling? Vulploeg. Vulploeg. Wie is jouw leidinggevende? Ja, dat weet ik dus niet, want ik ben overgeplaatst vanuit een ander filiaal. Maar dat zou ik dus vanavond allemaal nog even doorspreken. Oké. En dus bij de Vulploeg, hè? Yes. En van welk filiaal kom je? Ik kom van... filiaal. Want je bent overgeplaatst, toch? Yes. En dat is vanuit welk filiaal? Vanuit... Oké, is goed. Momentje. Is goed, dankjewel. Ik heb dus net gezegd dat ik overgeplaatst ben, maar... Oké. Ik heb een beetje door met mijn collega. Is goed, dankjewel. Goedemiddag, gesprek met Lisa. Ik had even een vraagje. Ik ben sinds kort overgeplaatst vanuit een ander filiaal naar jullie filiaal. En ik zou vanavond mijn eerste werkdag hebben, maar ik kan niet komen. Van wat filiaal had je mij overgeplaatst? Naar... Wat zegt... Yes. Kijk hoor, ze hebben rood gestaan. Lisa, zei je? Yes. Dan is hier maar Lisa aan het roosteren. Dat is raar. Zeker voor week 30? Ja, zeker. Ik zou vanavond mijn eerste werkdag hebben. Van hoe laat tot hoe laat? Van 6 tot sluit. Apart, staat niet tussen, maar je kan dus niet. Nee, ik kan niet, want er is vanmiddag wat vervelends gebeurd. Ik was op het strand en toen is mijn parasol kapot gegaan. Die moet ik nu begraven, dus ik kan niet komen. Nou, dat is niet zo erg dat je niet kan, want je staat ook niet op de rooster. Ja? Wat is je volgende werkdag dan? Dat zou als goed, dat zouden we nog bespreken, maar het zou waarschijnlijk aankomende zaterdag zijn. Zaterdag, van de laatste tot laat? Ik moest 's ochtends vroeg beginnen, ik heb ze niet bij de hand, omdat ik natuurlijk een beetje van streek was. Ik dacht, ik bel jullie eerst even. Maar in ieder geval, ik moest vroeg beginnen, dat weet ik wel. Tot een uur of 10 of zo. Ik ga even mijn opschrijven. Van de Weert. Van DKW, ja? Yes. Ja, en dan. Jouw eerste werk zou zaterdag. Nee, mijn eerste werkdag zou vandaag zijn en mijn eerst volgende zou zaterdag zijn. Oké. Je weet, ergens in de ochtend? Yes. Oké. Sorry, als je een beetje te rijden, wel op.
telefoonnummer geven? Ja, tuurlijk, 06. Ik ga het even communiceren. En ik kan het trouwens helemaal morgen gewoon teruggebracht. Dat zijn mijn collega's. Is goed. Dat hoor je in ieder geval. Ja, is goed. Dankjewel. Is goed, fijne avond. Oké, doe hetzelfde. Oh my god. Dit was zo gênant, want ik zei dus zo de reden en hij hoorde het wel of zo, maar volgens mij besefte hij hem niet helemaal. Het was super raar, want hij geloofde alles en heeft alles opgeschreven. En op een gegeven moment moest ik dus ook een telefoonnummer geven. Maar ik ga niet mijn eigen nummer geven, dus ik heb gewoon een random nummer gegeven. Dus morgen wordt waarschijnlijk iemand teruggebeld, waarvan de winkel dus denkt dat diegene Lisa heet. Vandaag zijn eerste werkdag zou hebben en zaterdag zijn eerst volgende. Oké, okay. We gaan snel door naar reden nummer 2. Reden nummer 2 is heel grappig. Het is namelijk, je kan niet komen werken bij een strandtentje, want je bent allergisch voor zand. Oké, okay, best rare reden. Maar het ding is dus, ik moet nu een strandtentje gaan opbellen. En die zijn er een stuk minder van dan bijvoorbeeld een supermarkt. Dus dit gaat een beetje moeilijk worden. Ik ga even een nummer opzoeken en dan ga ik bellen. Goedemiddag, ik spreek met Lisa. Ik zou vandaag mijn eerste werkdag hebben bij jullie, maar ik kan niet komen. Sorry, ik sta heel slecht. Nou, ik had vandaag, zou ik mijn eerste werkdag hebben bij jullie? Momentje hoor, ik ga even een hoekje staan. Is goed. Hoort u me zo beter? Ja, zo beter, ja. Ik hoor iets over het eerste werkdag, of allergie, ik weet niet. Ja, ik zou vandaag mijn eerste werkdag bij jullie hebben. Maar... ja, bij jullie. En ik kan helaas niet komen, mijn allergieuitslagen, die hebben gebleken dat ik allergisch ben voor zand, dus ik kan niet komen. En wat is je naam dan? Lisa van der Weert. Lisa van der Weert. En zou je de bediening meelopen dan? Yes. Oh, nou, ik weet er niks van, maar ik ga eventjes, maar je kan dus niet komen? Nee, want ik ben allergisch voor zand, dus ik weet niet hoe ik het überhaupt wil doen. En je hebt wat gegeten daarvan ofzo? Nee, maar ik kreeg uitslag op mijn huid. Oké, maar een klein momentje hoor, ik ga even horen, want ik weet helemaal nergens vanaf. En eigenlijk hoor ik dat wel beter. Is goed. Dat iemand meeloopt, momentje. Ja. Ik geef even hoor. Is goed, dankjewel. Oké. Okay. Goeie. Hi, ik spreek met Lisa. Ik had even een vraag. Ik zou vandaag mijn eerste werkdag bij jullie hebben. Maar ik heb vandaag mijn allergieuitslag gehad en het blijkt dus dat ik allergisch ben voor zand. Maar ik kan dus niet komen werken. Ik denk dat je verkeerd bent verbonden. Ik spreek met restaurant. Ja? Ja, daar heb ik toch echt mijn sollicitatie gehad. Wat zeg je? Ik heb bij jullie gesolliciteerd en vandaag zou mijn eerste werkdag zijn. Nou, ik kan me echt niet heugen dat jij met mij een gesprek hebt gehad, hoor. Maar ik spreek met... Wat zegt u? Met wie heb je een gesprek gehad dan? Ja, dat weet ik dus niet meer, maar het was wel met een jonge dame en dat is 2-3 weken geleden omdat ik op vakantie was. Wat, sorry, wat zeg je? Mijn sollicitatie is al 2-3 weken geleden omdat ik op vakantie was. Maar ik ben dus sinds een paar dagen weer terug en vandaag zou mijn eerste werkdag zijn. Ja. Nou, en wanneer heb jij gesolliciteerd dan? 2-3 weken geleden, eind juni was het. Sorry, wat zeg je? Eind juni. Ja, en met wie en had je met een jongen of met een meisje in gesprek? Een meisje. Ja. Oké. Hey, en nu? Nee, ik heb geen idee. Ik denk sowieso niet meer dat ik dan kan werken, aangezien ik allergisch ben verzand. Hé, hey, luister, wil jij mij even op mijn 06 bellen? Want ik hoor je echt heel slecht. Ja hoor. Ik moet ergens gaan staan waar je bereik hebt. Ja, ik heb hier gewoon goed bereik. Maar hoe gaan we dit nu doen? Hoe we dit gaan doen? Ja? Nou ja, jij kan geen proef draaien en ik kan mij in één keer heugen dat ik met jou een sollicitatiegesprek heb gehad. Oké. Okay. Dus stuur mij even een mailtje en dan maken we een nieuwe afspraak. Goed? Is goed. Oké, doeg. Doeg. Dit was zo grappig. Ik heb zo vaak gezegd met die allergie van zand en die vrouw ik zei aan het begin... Heb je ervan gegeten dan? Zo van, dan pas merk je dat je allergisch bent. Maar toen heb ik me daar redelijk goed uitgepraat, zeg maar. Door te zeggen dat ik gewoon allergie op mijn huid kreeg. Maar echt, die jongens, ze hadden gewoon volgens mij door dat het onzin was. Want hij kwam op een gegeven moment eerst van, bel me even terug op mijn 06. Maar ik heb zijn 06 niet eens, dus hoe kan ik je dan terugbellen? En ten tweede zei hij van, ja, stuur me maar een mailtje. Dus ik denk dat ze gewoon door hadden dat ze echt dachten van, ja, dit is onzin.
Maar goed, we gaan snel door naar de laatste reden. Reden nummer 3. Reden nummer 3. Zeg dat je gisteren je make-up in de trein hebt laten liggen en je zonder make-up absoluut niet de deur uitgaat. Oké, ik ga voor deze reden denk ik een fastfoodketen bellen. Dat is ook wel leuk voor een keertje. Dus ik ga even een nummer opzoeken en dan ga ik bellen. Let's go! Goedemiddag, gesprek met Lisa. Ik had een vraagje. Is toevallig een leidinggevende aanwezig? Want ik zou vandaag mijn eerste werkdag bij jullie hebben, maar ik kan niet komen. Mag ik een klein momentje? Is goed. Sorry, nog één keertje. Ik zou vandaag mijn eerste werkdag bij jullie hebben, maar ik kan niet komen, want ik heb mijn make-up gisteren in de trein laten liggen. En zonder make-up de deur uit wordt er niet. Mijn make-up in de trein laten liggen gisteren. Dat begrijp ik helemaal. Ik zou zeggen, ga eventjes naar toe en laat je daar even opmaken. Dan kan je de bon gewoon meenemen en dan worden de kosten gewoon door ons vergoed, ja? Wat zegt u nog één keertje? Je kunt gewoon even naar of naar dan laat je gewoon even opmaken, want dan kun je gewoon fit op werk verschijnen. Oké, dus dan moet ik gewoon op jullie kosten bij de zomaar laten opmaken. Dat zou ik zeker doen, meid. Maar waarom reageert u zo raar op mij? Ik vind het een beetje... Hey, veel succes, ja? Ja, is goed. Dankjewel. Wow. Eerst was ze super aardig en toen vertelde ik mijn reden en toen werd ze ineens super boos. Eerst zegt ze zo, ik snap het, dus ik dacht, oké. Ze heeft je vrede, maar ze heeft waarschijnlijk door dat het een grapje is, laat het lekker. En toen ineens werd ze echt boos of zo. En ik dacht echt van, oké. Maar goed, dit waren weer de 3 redenen. Dit was weer de video. En vond je het leuk? Wil zeker weten een pluimpje omhoog. Vergeet u onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. Wil je nog een keer een prank call video? Laat het mij dan even hieronder weten. En heb je andere ideeën, mag je dat ook altijd even laten weten. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!